Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van Team Plagiaat, waarin we doorgaan op het nieuwe seizoen en kijken wat er voor nieuwe leaks er zijn. Wil jij kans maken op een cadeau van Team Plagiaat? Dat gaan we geven bij ongeveer 500 subscribers. Like en subscribe en volg ons op alle social media, zodat je weet wanneer we dit weg gaan geven. Deze video gaat over Chapter 2, Season 3. Nieuwe teasers, de eventuele nieuwe map, Battle Pass Season 3 leaks en footage van de map, maar helemaal overvloeid met water. Al deze leaks heb ik via Twitter en video's heb ik ervan via andere YouTube-kanalen. Wanneer het volgende seizoen start, kan iedereen zien. Als je naar headquarters gaat en op de Battle Pass klikt, dan zie je dat het seizoen eindigt op donderdag 4 juni. Het eindigt met een Doomsday Event. Zoals ik al zei, Doomsday Event. Daar eindigt het waarschijnlijk mee. Midas, de leider van Ghosts, heeft een apparaat ontwikkeld dat de hele map zal vernietigen, zoals je hier ziet. Waarschijnlijk is het een Doomsday Device dat verbonden is met de 5 luiken bij de Agency. Die grote gouden bollen bij het water, weet je wel? En die zie je ook terug in het screen hier, dat ook geleakt is. Waar toevallig een foutje was gemaakt, geloof ik, door Fortnite, een glitch. Maar hier kan je zien dat die apparaten in Midas' kamer verbonden zijn met de 5 volts bij de Agency. Het event waarover gesproken zal worden, het Doomsday Event, zal waarschijnlijk plaatsvinden op zaterdag 30 mei. De tijd weet ik nog niet, stond er ook niet zo goed bij in de links. Er komen hierbij ook missies vrij, die je kunt vrijspelen. Gold, Storm en The Agency. Een van de challenges staat al in de codes en die is bekend. Vind goudstaven in Midas zijn kamer. Je moet dan 3 goudstaven vinden. Waarschijnlijk bij het behalen van al deze dingen krijg je een reward. Dus zoals jullie zien is er al best wel veel bekend. Maar het zijn altijd leaks, dus je weet nooit of het echt gaat gebeuren. Dat is altijd afwachten, dat is wel het vervelende. Maar hey, ik heb mijn best gedaan om zoveel gave leaks te vinden voor jullie. En er zijn er nog meer. Een andere leak die is vrijgekomen is de Victory Royale paraplu van seizoen 3. En we weten niet zeker of dit een wordt, maar hij staat in de codes en er is nog niks mee gedaan. En hij is wel echt super gaaf. Een ander mogelijk scenario dat we hebben gevonden gaat over de Agency. Deze is overgenomen door Shadow bij deze leak. En verandert ook in appearance, in hoe het eruit ziet. De reling ervan is goud en je ziet ook dat er andere guards staan dan normaal. Verder is deze poster ergens in de Agency te vinden. Kun jij hem vinden? Hier zie je dat de Agency er ook heel anders uitziet dan hij er nu uitziet. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, wordt de hele map overvloeid met water in het volgende seizoen. Dus het thema is water. Wat er werd gevonden door leaks van andere mensen was een seizoen 1 skin die weer in de store was. De First Strike Specialist. Leek niet zo speciaal, maar als je inzoomde zag je echter overal haaien op zijn skin. Dus ja, misschien is het wel een grote clue. Het leek op dezelfde skin, maar dat is het dus helemaal niet. Het is dezelfde haai als je overal ziet op de posters. Verder is bij Holy Hedges een huis te vinden. En als je het bekijkt vanaf de bovenkant zie je gespeld staan N-O-A-H, Noah. Als je de betekenis googelt staat er was ooit een grote overstroming. Is dit een hint? En dan nu de posters. We hebben het hier uitgebreid over gehad in de vorige video. Ik zal de link van deze video in de description zetten, zodat jullie het nog even kunnen bekijken. Als jullie het vergeten zijn. Miauwsels, Pili bij de haai en het huis. Dit huis is het eigenlijke blauwe huis in Salty Springs. En in de game zie je overal kleine stukjes van die posters. Kijk maar eens goed bij Lazy Lake. Het staat overal op de muren. Hebben jullie al een stukje van die posters gevonden? Dan nu de map. Ja, die gaat veranderen jongens. Zoals jullie horen en weten en waarschijnlijk gaat het ook gebeuren, zal de map overvloeien met water. En gaat het er dus ongeveer zo uitzien. Dit is geleakt en we weten dus ook niet of het echt gemaakt is door Fortnite zelf of dat het gemaakt is iemand anders. Merle heeft al een map gemaakt van hoe het er ongeveer uit zou kunnen zien. Dat kun je hier zien. Subscribe op hem als je meer van die leaks wil. M-E-R-L. Je ziet dat de hele map anders is, behalve de plekken met No Sweat Insurance. Die vind je overal over de map. Frenzy, Sweaty. Hier heb je een foto van de map met waarschijnlijk de plekken die droog zullen blijven doordat ze de Sweat Insurance hebben. Hoe denken jullie dat het uit gaat pakken? Blijven jullie favoriete plekken bestaan? Of zullen ze ook onder water verdwijnen? Verder zijn er nog wat leaks over eventuele skins, zoals de Female Knight. En hier kun je een video zien van Midas en een foto van een onbekende vrouw. Waarschijnlijk een nieuwe skin, de Engineer. Dat zou een leak kunnen zijn naar een volgende seizoen skin. Ook Miauwsels zou een of andere robot-update krijgen. Net zoals Pili toen. De P
MVP 1000. Lijkt me cool. En dan natuurlijk de eventuele level 100 skin. Aquaman. De starter pack zit er ook altijd in en dat is nu natuurlijk bekend. En dat wordt waarschijnlijk deze Yellow Jacket starter pack. Erg cool vind ik hem. Hier kun je nog wat andere gelekte skins zien die in ieder geval in de code staan, maar nog niet in de store hebben gestaan. Dus wie weet komen ze in het volgende seizoen. Verder kennen we natuurlijk allemaal de custom Maya skin die je dit seizoen kon maken. In het volgende seizoen komt er waarschijnlijk een custom glider versie hiervan. Een andere glider die gevonden is, is deze gave van de Shark. Heel cool vind ik hem. En dit jongens, wat is dit? Het ziet er echt super tof uit, maar ik ga het water niet meer in het volgende seizoen. Iets anders wat is opgedoken, maar waar ik een beetje sceptisch over ben, is een eventuele trailer. Ja, ik weet het niet jongens. Ik weet niet of ik die dingen moet geloven of niet, want meestal komt Fortnite er zelf mee. Maar ik vind hem wel vrij realistisch en ik zie hem wel passen in het verhaal wat wordt gezegd eigenlijk. Wat een beetje vorm wordt gegeven nu in het huidige seizoen. Maar ja, wat denken jullie? Ik zal hem er even invoegen en dan kunnen jullie je eigen mening geven. Laat het in de comments weten en dan kunnen we een mooie discussie hebben. En misschien weer een nieuwe video maken daarover. Hey! Dus ja jongens, wat denken jullie? Hij ziet er gaaf uit en I wish it was true, maar wat zullen we pas weten bij het volgende seizoen? Ja, ik geloof het nooit zo erg en ik ga er ook nooit zo erg vanuit dat het echt is, die leaks. Sommige leaks denk ik van ja, dat maakt wel sens, maar ja, nou ja, ik weet het niet. Verder is er nog één laatste leak die ik wil bespreken met jullie en dat is dit loading screen, The Harvest. Ziet er bij dat loading screen uit dat Frenzy Farm behoorlijk in de fik staat. Ja. En dat heeft alles te maken met het Doomsday Event. Als je goed kijkt naar je Astro Thunder loading screen, dan zie je al een kleine hint waarbij Frenzy Farm behoorlijk oranje-rood is. Dat was deze video jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Wat denken jullie? Ik denk dat het een seizoen wordt met heel veel leuke zeeachtige dingen en skins en noem het maar op, goggles en weet ik het wat. Like achter in de comments wat je hiervan vond. Subscribe en like en we checken jullie later. Doei!